Pyroteam Del. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is de allerlaatste collectievideo van ons. De totale collectievideo. Morgen is het oud en nieuw. En dus heb ik alles bij elkaar gezet om voor jullie een collectievideo te maken. Dit is overigens niet alles. Sommige mensen lichten ook nog wat bij andere mensen van Pyroteam Delft. Alleen dit is wat wij hier hebben liggen. En dat zal ik jullie even laten zien. Ik heb een beetje daar zo aan de linkerkant. Daar ligt een beetje de Nederlandse shit. Daarbovenin ligt de pijlen van Duitsland. En aan de rechterkant zie je meer de Duitse dingen. Zoals de Reno en de Alligator. Wat hier op de tafel gewoon ligt. Dat is de Belgische kant en de Poolse kant. Dus gewoon het illegale. En ik zal eventjes de camera wat dichterbij zetten. Zodat jullie het beter kunnen zien. Zo. Hier dus aan de linkerkant de Nederlandse dingen. Je ziet hier een aantal mooie cakes staan. Ik bedoel, dit is de Wisdom of Confucius. Van Haokan. Hier zie je de Night Screamer. Daar hebben we er twee van volgens mij. Ja, daar staat de andere. Hier is de Sky Explosion. Color for China. Twee keer de Crazy Square. Die was van... Dat was voor een tientje bij Auto Ippenburg. Hier de Racing Courage. En dan staat hier volgens mij nog een Sky Explosion. Ja, daar staat hij. Airplay Thunder. Pakje Happiness. Pakje Fatial Screamers. En dan heb je hier natuurlijk de Rio uit de Aldi volgens mij. Of de Lidl. Volgens mij was de Lidl inderdaad. En dan hier een pakketje. Armada 1. De Armada 1. En daar zitten wat van die kleine fonteintjes in. En wat van die kleine cakes. Hier de Dragon Thunder. Dat zijn 50 shocks. Dat was maar een tientje volgens mij bij de Intratuin. Saturn Mezzel. Die komt in het 6 uur project. Even kijken. Hier zie je nog een pakje shocks. Happiness. En dan begint hier eigenlijk een beetje het illegale. Ik zal eerst even de potten doornemen. Hier zie je Reno. Daar zijn er 11 Reno's. Weer een Rio pijlenpakket. Daar rechts zie je een aantal Alligators. En de Elysium. Die was nieuw dit jaar bij de Aldi volgens mij. De Bloody Mary van de Kaufland. Toronto Beastmaster. Tiger and Dragon. Black Ice. Ja, en dat was volgens mij de Duitse kant. Dan hebben we hier nog wat illegaals. Beginnen we hier eventjes met de Jumbo Cracker. Uit Polen. Hebben jullie allemaal gezien. Dikke Cobra 6. Super V uit België. Heeft ook iedereen gezien. Butterfly Cracker. Fucking mooie knaller. Spanish Cracker. Thunder Devil. Even kijken hoor, wat we hier nog hebben. Thunder Cracker. Ook uit België is dit. Zenatraat. België. M10.000. Ook uit België. Want deze is Nederlands. Hier heb je de Trueno, een pakje. Thundercracker. Nou, hier heb je natuurlijk Scorpio. Dat zijn mijn favoriete knallers uit België. FP3 Small. Ook mooi. Trianglestring, Windowmaker. La Bomba, een pakje. FP3. Bazooka's. Hier wat van die Nederlandse vlinders. Fucking ziek. En ja, dat was wel zo'n beetje die kant. Even kijken. Heb ik wat gemist? Ik denk het niet. Ja, al met al is het best een goede collectie geworden. Ik weet niet voor hoeveel geld dit is. Dan mogen jullie een beetje uitmaken in de reacties voor hoeveel euro dit is. In ieder geval, het is een flinke collectie. En er ligt natuurlijk nog meer bij anderen. Staat hier nu klaar en voor morgen. En ja, dat wilde ik even op de video voor jullie krijgen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet geen like achter te laten. Vergeet niet te reageren en niet te abonneren. We hebben sinds kort hebben wij ook Twitter en Facebook. Dat kunnen jullie vinden op @PyroteamDelft. Zullen wij ook af en toe wat foto's neerzetten. Bedankt voor het kijken.